Ja, goedemiddag Gert Kruijs. Eerste keer voor jou met IJsselmeervolks TV. Je komt voor een groep mensen. Je gaat qua opstelling in het beproefde recept verder. Wat heb jij eraan gedaan om deze ploeg weer aan de praat te krijgen? Nou goed, we hebben twee trainingen gedaan en daar probeer je een aantal dingen in te stoppen. Je probeert het vuur in de ploeg te krijgen, middels twee trainingen die in het teken staan van goed trainen, sfeer kweken, de jongens proberen vertrouwen te geven. Maar ik ben geen tovenaar, dus we moeten maar afwachten hoe de jongens ervoor staan. Ik verheug me wel op de wedstrijd. Ik heb begrepen dat er heel veel mensen op afkomen. Heel veel mensen uit het dorp, uit Spakenburg komen hier naartoe. En ik heb de jongens voorgehouden dat ik heel graag een elftal zie. Wat gepassioneerd is, wat er alles aan doet om hier een goed resultaat te halen. Dus dat is wat ik de jongens meegegeven heb. Was dat hetgeen wat ontbrak toen je ze voor het eerst aantrof? Passie? Nou, wat er aan ontbrak. Kijk, je kunt er allerlei theorieën op loslaten. En overal en altijd krijgt een coach op een gegeven moment de schuld. Maar ik moet wel even opmerken dat Jan Zoutman voortreffelijk werk heeft geleverd in de laatste jaren. Maar het team speelt teleurstellend dit jaar. En nou goed, wat ik de jongens voorgehouden heb, is dat ik vind dat IJsselmeervolks een grote naam heeft. Goede spelers heeft. En dat ik wil heel graag dat die jongens er alles aan doen. En het vuur in hun ogen hebben. En in de volgende wedstrijden zullen ze absoluut ook die intentie gaat hebben. En we moeten maar kijken hoe die spelers daarmee omgaan. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat er lekker gewerkt werd en goed gewerkt werd. En dat moeten ze vertalen naar de wedstrijd. Wanneer gaan we de hand van Gert Kruijs zien? Ik heb geen idee. Heb jij een kristallenbol? Ik zou het niet weten. Gert Kruijs, heel veel succes vanmiddag. Oké, graag gedaan. Sportclub Genemuiden start met een verrassing in de basis. Maar voor de eerste keer Willem Lanjouw. Had al een aantal invalbeurten, maar mag nu dus vanaf het begin al meedoen. Erik Rotman. Met een goede paas richting Martijn Jansen. En dan het slippertje van Gino Mommers, de doelman van IJsselmeervogels. En de hoekschop van Jeffrey de Visser. Willem Lanjouw. En zo bewijst hij toch zijn waarde. Is het 1-0 in de beginfase van de eerste helft. En de blijdschap is natuurlijk terecht. Lang niet gespeeld, lang geblesseerd geweest. Maar zet nu dus zijn eigen Sportclub Genemuiden op voorsprong 1-0. IJsselmeervogels. Deze goede inzet van Dennis Hollard. Is die aanval nog niet afgeslagen? Michael de Harde. En zo gaat deze kans verloren voor de ploeg uit Spakenburg. En die ploeg heeft de punten ook nog hard nodig. Die hebben er pas 33 en staan ook niet zo ver van de degradatieplaats af. Poging van Arnoud van Toor, maar geen problemen voor Albert Vlier. Maar IJsselmeervogels pakt dan wel het initiatief in de wedstrijd. Wordt wat dreigender en scoort hier een fantastische gelijkmaker. Joey Snijders is de naam. Vrij en prachtig ingeschoten. Albert Vlier, geen mogelijkheid om aan die bal te zitten. Wordt er hier goed voordeel gegeven, is dit dé mogelijkheid voor Tony Tol. Maar geen voorsprong dus voor de bezoekers. Inmiddels blessuretijd van de eerste helft. Nog één poging van de bezoekers. De Harde. Want deze goede aanvallende actie, het tikje dan van Joey Snijders, maar via de paal achter. En zo is de ruststand in de wedstrijd 1-1. Beginfase tweede helft, Jeffrey de Visser met de hoekschop. De knal van Erik Rotman is die aanval nog niet afgeslagen. Jeffrey de Visser, weer met een goede voorzet. Sybren Visser, en tot het verbazing van iedereen gaat die bal erin. 2-1, de voorsprong weer dus voor Genemuiden. Goeie voorzet. De bedoeling is natuurlijk om die bal terug te koppen. Raakt hem verkeerd. En Gino Mommers beoordeelt dan die bal helemaal verkeerd. 2 minuten later. Simon Eenkhoorn met Martijn Jansen. Richting Lanjouw. En die sleept er dan een hoekschop uit. En die hoekschoppen van Sportclub Genemuiden zijn altijd levensgevaarlijk. Rotman.
Goed ingedraaid. Sybren Visser, hij weer. En zo binnen 2 minuten is het speelbeeld helemaal omgedraaid. Leids Sportclub Genemuiden met 3-1 tegen IJsselmeervogels. Maar wordt goed doorgekopt en helemaal vrij Sybren Visser. Dan weer IJsselmeervogels aan zet. Moet in ieder geval proberen om dichterbij te komen. Mohamed Faouzi. Een goede redding van Vlier. Geen goal dus voor Faouzi. Die in het begin van het seizoen bij IJsselmeervogels wegging. Kon niet overeenkomen met de trainer. Zat te vaak op de bank. Maar onder Gert Kruis, de nieuwe trainer dus van IJsselmeervogels, speelt hij wel. Dit is een overtreding van Arjan Kolk. En terecht door scheidsrechter Van der Wielen toegekend de penalty. En dan zit even de vraag welke kleur kaart er zit. Was het dus voor Arjan Kolk. Het blijft slechts geel. En dit lijkt me toch echt een doorgebroken speler. Stefano Gonçalves dan achter de bal. Geen kans voor Vlier. En zo is het weer een wedstrijd. 3-2. En heeft hij dus geluk gehad. Arjan Kolk mag gewoon blijven staan. Vrijtrap weer van Roodman. Daar let helemaal niemand op. Maar wel invallen Herman van Dijk. 4-2. En dan staat die verdediging van IJsselmeervogels dan te slapen. Slotakkoord dus voor Herman van Dijk. En zo houdt Genemuiden weer 3 punten in eigen huis. Michael de Harder, je bent gepromoveerd als aanvoerder. Maar het was geen makkelijke wedstrijd, denk ik, voor jou. Nee, als aanvoerder zijnde. Nee, inderdaad. Ja, het was voor mij iets moois om aanvoerder te zijn van IJsselmeervogels 1. Ja, ik heb er goed met de trainer over gesproken. Hij heeft me dat vertrouwen gegeven. En dan denk je dat je toch zo'n mooie wedstrijd als Genemuiden uit met veel supporters mee en donderdagavond. Dan denk je, ja, er zit alles goed en dan verlies je zo'n zure wedstrijd. Hoe ziek is IJsselmeervogels, dit eerste elftal? Ja, je kan wel zeggen dat iedereen doodziek ervan is, want ja, iedereen zit er eigenlijk een beetje verslagen bij. We hadden allemaal zo'n goed gevoel erover. Een nieuwe trainer, een nieuw begin. Ja, we denken we gaan knallen en dan krijg je uit cornerballen tegen. Het is gewoon jammer. Ja, je knalt wel, maar je krijgt inderdaad 4 doelpunten uit 4 dode spelmomenten tegen. Er zijn 2 doelpunten bij, dat zul je vastgedacht hebben. Ik heb een broer die draagt ook wel eens handschoenen. Nee, absoluut. Mijn broertje is ook gewoon een fantastische keeper. En ik vind Gino ook gewoon een goede keeper. Alleen ja, bij die ene bal zat hij ging hij eronder door. Zo is voetbal. En ik moet niet zeggen dat mijn broertje op doel is, want ze zijn allebei goede keepers. En Gino staat gewoon op doel. Het gaat dus mis met de dode spelmomenten vanmiddag, maar ik vind ook dat er een hoop foute keuzes worden gemaakt. Er wordt geschoold wanneer het moet worden afgegeven en men geeft af op het moment dat je zelf zou moeten schieten. We hebben wel aardig wat kansen gecreëerd. We hebben de tweede helft hebben we veel uit de tweede lijn geschoten. Ik moet zeggen, de eerste helft eindigen we goed met mooie aanvallen. En ik denk, ja, dan moeten we doorzetten de tweede helft. Tweede helft hebben we niet echt meer een kans. We hebben wel veel geschoten, maar niet echt op doel. Misschien hadden we dat beter uit moeten spelen, maar je kunt niet meer omdraaien nu. Wat is volgens jou het medicijn om de patiënt weer op de been te krijgen? Een goede week trainen met de nieuwe trainer. Dato, dat is gewoon, die moeten we winnen, punt uit. Er is geen discussie mogelijk. Misschien komen we daarna weer in de flow en krijgt iedereen vertrouwen. Dan moet die laatste wedstrijd ook gaan winnen. Is dat wat er aan ontbreekt, vertrouwen? Nee, want iedereen had het vertrouwen juist weer erin. Daarom is het extra zuur dat je nu verliest. Oké, Michael, dankjewel. Alsjeblieft. Gert Kruis, hoe erg ben jij geschrokken van dit IJsselmeervogels vanmiddag? Nou ja, ik ben wel heel erg teleurgesteld. Ik had heel erg graag de massale supporters die opgekomen waren uit Spakenburg een goed resultaat met de ploeg willen geven. Maar het is niet gelukt. We hebben een wedstrijd verloren die bol stond van hectiek. Door een aantal corners gingen de ballen erin en daarom hebben we de wedstrijd verloren. Maar wat verontrust je op dit moment het meest? Ja, goed, weet je, bekend is wel dat Vogels een moeilijk seizoen spelen. Bekend is dat de Vogels na de winterstop bezig zijn met een vrije val. En na 2 trainingen ben ik nog niet in staat geweest om dat om te buigen. Ik heb wel een ploeg gezien die ervoor ging. Maar we zijn heel erg kwetsbaar gebleken vandaag in de standaard situaties. We hebben niet heel veel lengte in de ploeg. Hè. We hebben niet zo heel veel grote jongens en de tegenstander wel. Ik moet wel zeggen dat de tegenstander natuurlijk daar wel heel goed in is. Ja, en wij hadden daar heel veel problemen mee vandaag.
Je hebt een paar spelers gezien die volgens mij faalden. Dat ze je volgende week gaan vervangen. Heb je al een klein beetje een beeld van wat je gaat doen volgende week? Nou, ik heb geleerd, ik loop al heel lang mee als coach, om direct na een wedstrijd niet in te gaan op spelers falen. Ik denk dat we met z'n allen verloren hebben hier. De coach, de spelers en de conclusies uit deze wedstrijd, ja, die zullen getrokken moeten worden. Ik ga samen met de andere trainers zitten en we zullen misschien nog wel wat beelden bekijken. Maar je begrijpt dat ik direct na een wedstrijd geen uitspraken, Jeffrey gefeliciteerd, daarover doe. Als je nou, waar ga je nou het eerst aan werken? Aan het fysieke of aan het mentale? Aan alles. Maar waar begin je mee? Ja, goed, weet je. Ik ga maandag met die jongens zitten. Dan gaan we nabespreken. En dan zullen we de zaken op een rijtje zetten. En dan zullen we, zal ik proberen aan te geven waar het dan geschort heeft. En wat de problemen zijn. En die moeten we oplossen. Want ja, we moeten wel de benodigde punten nog halen. Doel is lijfsbehoud. Gaan we dat realiseren? Dat is wat de supporters willen weten. Ja, tuurlijk willen we dat allemaal. En ik denk dat we, wat we wel kunnen zeggen, dat we het aan inzet niet ontbroken heeft. Ik geloof niet dat men een team heeft gezien wat er met de pet naar gegooid heeft. Het is broos, maar ik ga ervan uit dat we de punten die we nog nodig hebben, die we nog wel gaan pakken. Gert, dankjewel en veel succes de komende week. Graag gedaan en tot volgende week.